In de handleiding van de QuickFit Evo staat dat je de schroef aan moet draaien met 4,5 newtonmeter. Het is wel bijzonder dat ze nergens aangeven dat je momentsleutel nodig hebt. Dus wat is nou 4,5 newtonmeter? De schroef waarmee je de klem vastzet, het paneel vastzet met de klem hierboven, is ook 4,5 newtonmeter nodig. En voor deze schroef, voor de hoogteverstelling, wordt 6 newtonmeter geëist. Hoe kom je aan die hoeveelheid newtonmeters? Even voor de begripsvorming. Wat is eigenlijk een newtonmeter? Heb ik dit plaatje voor gemaakt. Als we hier een bout hebben die we met 1 newtonmeter willen aandraaien, dan kunnen we daar gewoon een momentsleutel voor nemen. En daar kan je gewoon op instellen. 1 newtonmeter en dan ben je klaar. Die hebben we niet. Dus we nemen hier een staaf, een sleutel. Die mag niets wegen. Van 1 meter lang. En dan moeten we hier dus 1 newton kracht opzetten. Dan hebben we dus 1 newton per meter. Maar hoeveel gewicht is dat? Nou, dat is een factor 9,8. Maar eigenlijk zeggen we dus van nou 1 newton is dan in dit geval 0,1 kilo. De makkelijke rekenen. Dus 1 newtonmeter is 0,1 kilogram force per meter. Dus hangen we hier 0,1 kilo aan, dan hebben we dus 100 gram, dan hebben we hier dus 1 newtonmeter kracht. Nu is dat niet zo handig met een hele grote sleutel van een meter en het gewicht moet dan ook nog een keer verwaarloosbaar zijn. Dus we kunnen hier ook dichterbij een gewicht hangen. Nou, kracht mal arm, ook weer natuurkunde. Dus naarmate we dichterbij hier komen, zal dit gewicht steeds groter moeten worden. Nu heb ik een steeksleuteltje, steeksleutel met aan de andere kant een ringsleutel opgemeten. Die is 13 centimeter lang. Dus deze verhouding tussen die 13 centimeter en een meter, dat is een factor 7,7. Dus wil ik hier in ons voorbeeld 4,5 newton meter kracht gaan zetten voor de SDEC Evo klem, dan komt dat op 0,45 kilogram per meter. En dan is dat, als je dat dus keer 7,7 doet, die afstand van die sleutel, dan kom je op in totaal 3,5 uit. Dus moet hier op 13 centimeter afstand 3,5 kilo hangen. Dan heb je dus die 4,5 newtonmeter. Om hier gevoel voor te krijgen, heb ik een boutje door een lat gedaan. Een sleutel erop en aan de andere kant hang ik het betreffende gewicht. Ik heb nu al een paar keer de sleutel omgedraaid en steeds in een andere positie gezet om aan te draaien. En ik heb nu 3 kilo gewicht erin. En daar gaat nog een halve kilo bij. Dat moet dan langzaam gaan, want anders gaat het meteen. Nou, er gebeurt eigenlijk niets. Dus dan kan ik nu voelen hoe vast eigenlijk die 4,5 newtonmeter aanvoelt. En maar los, sleutel erop en aandraaien. Nou, hij kan best nog wel een stukje verder. Zo, dit is echt flink vast. Dus dat is best nog wel een stuk verder. Draai ik hem weer los. Ga ik hetzelfde doen met de ratel op de boormachine. Om te kijken wat deze instelling op zo'n handboormachine doet qua moment, ga ik dat dus nu proberen. Ik heb hem nu staan op 4,5 en dan kijk ik of die doordraait of niet. Nou, de bout draait in ieder geval niet door. Dus zet ik hem een standje hoger. En op deze manier ga ik gewoon kijken
totdat die wel doordraait. Dan heb ik misschien een indicatie. Maar ik heb hem nu staan op 6,5 en er gebeurt eigenlijk nog steeds niks. Dus volgens mij draait hij er nu iets mee, maar hij staat al op 7,5. Dus ik ga nu gewoon andersom doen. Ik draai het boutje vast met 7,5 en vervolgens ga ik gewoon met het sleuteltje en de gewichten kijken hoeveel het dan is aan newtonmeters. Ik heb nu de accuschroefmachine op zijn ene hoogst gezet, vlak voor het boorsymbool, de schroef aangedraaid. En dan ga ik nu kijken met de emmer wat het effect is. Ik zie hem heel klein beetje bewegen. Dus ik zal dit nog een paar keer herhalen. En dan kan ik eigenlijk wel vanuit gaan dat dus de meest zware stand bij deze accuboormachine en met een volle accu, dat die overeenkomt met die 4,5 newtonmeter. Dat betekent dan ook dat die 6 newtonmeter dus niet met deze accuboormachine gedaan kan worden. Dan moet ik echt gewoon, dat is echt gewoon flink vast. Nou, interessant was het. Misschien dat ik nog even ga kijken met een andere accuboormachine. Kijk, dit werkt natuurlijk niet op het dak op deze manier met een emmer. Het zou wel kunnen met een veerunster. Dus als je gewoon de sleutel hebt en je doet zo'n veerunster. Zoals je ook kan gebruiken om koffers te wegen voor het vliegveld. Dan zou je dat natuurlijk wel kunnen gebruiken. Maar ja, dat is allemaal toch wel een beetje een onhandige manier. Nou, voor nu was dit het.